Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Van het westen uit trekken dikke sluierwolken over het land, maar onder die hoge bewolking zit ook lage bewolking. En er valt af en toe wat lichte regen of motregen in de ochtend 4 tot 6 graden en de wind zwakt tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag loopt de temperatuur wel wat verder op. Het wordt uiteindelijk een graad of. 10 gemiddeld, 9 in het noordoosten en misschien 11 lokaal in het zuiden. Wolkenvelden houden de overhand, nog een spatje regen of motregen in het binnenland. En de wind trekt aan, langs de kust wordt die vrij krachtig, windkracht 5. En vanavond verandert er dan heel weinig, het blijft grijs. Op de meeste plaatsen is het droog en 6 tot 8 graden op de thermometers in de nacht. Een graad of 6 als minimum en in de loop van de nacht gaat het regenen. Die regen trekt morgen maar heel langzaam naar het oosten. Pas in de middag begint het geleidelijk droog te worden. En klaart het van het noordwesten uit wat op 9 graden. ...wordt het op veel plaatsen en de wind waait meest matig uit het zuidwesten. Zaterdag een stevige wind uit het zuiden. Het wordt zacht met 14 graden gemiddeld en zonnige periode. Zondag en maandag verlopen dan weer zeer wisselvallig... ...met af en toe wat zon, maar geregeld ook regen of een paar buien. En er is zelfs kans op onweer. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.